Hoi. Hoi, ik ben Merel Polat. Ik ben actrice en zangeres. En je kunt me misschien kennen van De Boskampies of De Luizenmoeder. En ik zit hier vandaag in het diepe om de dilemma's te beantwoorden. Ja, dat is echt een moeilijke vraag. Omdat vooral de loskoppeling van die twee van buitenaf wordt gemaakt. En minder door mezelf. Het is bij mij altijd in het performen zit het aan elkaar verweven. Maar op dit moment muziek. Ik weet niet eens of ik dat kan. Zo, dan ga ik dus Nederlands praten met een Engels accent. Of ik ga gewoon elk woord heel... Ja, dat tweede, ja. Oké, alles zingen wat ik zeg. Of slow motion. Ik denk alles zingen wat ik zeg, want dat is eigenlijk wat ik al van kinds af aan een beetje doe. Wat ook al heel irritant is voor mijn broertje bijvoorbeeld en mijn ouders. Maar ja, alles zingen wat ik zeg. Nee, ik spring meteen hoofd eerst het diepe in. Waarschijnlijk moet ik soms ook wat rustiger aandoen en even een teentje erin. Maar meestal ga ik gewoon. Waren dit alle dilemma's? Nou, dan kan ik nu jullie allemaal uitnodigen om ook naar het filmfestival te komen. Je kunt kaartjes krijgen op filmfestival.nl/programma. En dan kun je ook dit soort dingen halen, toch? Ik heb ook een dilemma voor jullie. Voor de rest van je leven alleen maar romantische comedies of alleen maar filmhuisdrama? Laat maar hieronder in de comments weten wat jij zou kiezen.